graag een applaus voor Frans Huytema. Dank u wel. Als we het hebben over de titel van deze avond, gek of geniaal, dan wil ik daarbij in eerste instantie natuurlijk heel duidelijk zeggen dat mensen met autisme of een autisme spectrumstoornis zeker niet gek zijn. Ze doen gewoon alle normale dingen die we allemaal doen. Alleen sommige aspecten iets anders dan wij misschien gewend zijn. En soms kan dat in de communicatie wat overkomen. Daarnaast is de andere kant, of ze nou geniaal zijn, ook niet helemaal waar. Zeker 3 op de 10 en misschien wel meer mensen met autisme hebben juist een verstandelijke beperking. En in die sector komen dus veel mensen voor met autistische kenmerken. En dat zet ons ook wel een beetje op de weg van waar zou nou mogelijk de neurobiologische kanten zitten. Maar goed, dat voor de duidelijkheid. Oké. Waarom spreken we tegenwoordig van autisme spectrumstoornissen? Nou, we spreken van autisme spectrumstoornissen. En mijn collega Wundering zei dit al. We denken veel meer in een continuum. Je hebt het niet ofwel of niet. Je hebt het een zekere mate. En dat betekent dat sommige mensen wat meer of wat minder kenmerken daarvan kunnen hebben. En dat je meer of minder mate daar last van kunt hebben. Eerder spraken we over mensen met PDD-NOS, dan hadden we het over bepaalde kenmerken. Het was wel niet zo heftig, autisme. We hebben ook nog wel gesproken over kernautisme. En we hadden natuurlijk ook Asperger. Dat werd bijna een soort van geuzennaam voor mensen. Want als je Asperger had, dan kon je in ieder geval, was je goed taalkundig. En dan had je ook wel een hoog IQ. Dus bijna een soort boodschap van, nou, hou wel rekening met mij. Alleen, ik ben niet zo goed in het leggen van contacten. Nou, dat is niet meer aan de orde en daarom spreken we liever van een autisme spectrumstoornis. Oké, hoe vaak komt dat nou voor? Het komt helemaal niet zoveel voor. 0,8 tot 1,2%. En dan hebben we het dus over in de totale bevolking. En dat betekent dus, er zitten geen 5 mensen met autisme in de klas. Er zitten er hooguit 1, 2 en als het heel bijzonder is, dan zijn het er misschien 3. Maar het is een hele bescheiden hoeveelheid. En het enige wat we wel denken is van, we zien het wat vaker, we hebben het er vaker over, komt er dan meer voor? Ook dat is nog maar helemaal de vraag. Komt er dan meer voor bij mannen of bij vrouwen? Een delicaat onderwerp. Iets in gelijke mate, misschien iets meer minder bij vrouwen, maar daar wordt verschillend over gedacht. En sommige collega's zeggen bij vrouwen komt het eigenlijk net zo vaak voor, alleen doordat we die op een andere manier, we noemen het deftig gesocialiseerd hebben, hebben ze dat wat beter weten te verbergen. Oké. Nou, neemt het dan toe in onze maatschappij? Wij denken van niet. Het enige wat we wel denken is dat de maatschappij wat meer eisen stelt aan ons. We verwachten van een cashier dat ze vriendelijk tegen je is, dat ze je kan vertellen hoeveel geld je terugkrijgt en dat ze je tas desnoods nog helpt inpakken. En laatst stond ik bij McDonald's en daar vroegen ze nieuwe medewerkers en die moesten sociaal zijn, dynamisch, die moesten op meerdere tijden inzetbaar zijn. Nou, ik dacht zelf, ik kan beter maar niet bij McDonald's gaan werken, want daar voldoe ik niet aan. Maar dat betekent wel dat we hoge eisen aan mensen stellen. We hebben ook andere partnerkeuzes. We willen dat mensen wat meer gelijk zijn. Nou, dat zou dus kunnen betekenen dat, vandaar een beetje de wat prikkelende opmerking, dat de Eindhovense huwelijken, waar veel technische mensen werken, misschien wel wat meer autistische kinderen voortbrengen. We weten het niet. Maar tot op heden neemt het nog niet zoveel toe. Oké, hoe komt het? We denken zeker dat het familiair is, dat er een erfelijke component in zit, dat het meer in bepaalde families voorkomt. Dat er ook in de hersenen toch wel wat bepaalde gebieden zijn die er iets meer aangedaan zijn. Maar het fijne weten we niet. Want als we in de hersenen gaan kijken, en dan is bij heel veel psychiatrische ziektes, doet of de amygdala wel mee, bepaalde banen naar de cortex. En de een heeft met angst te maken en de ander heeft met de emoties te maken. Maar tot welke ziekte het nou precies leidt, weten we niet exact. Oké, dat zijn die neurobiologische aspecten. Zoeken we het uit op individueel niveau, kunnen we er niks mee. We kunnen iemand niet onder de scan leggen en zeggen, dit is een autistisch brein. Het enige wat we bij grotere getallen kunnen zeggen, bij sommigen zijn de hersenen iets groter, bij anderen iets kleiner. Bij sommige mensen zijn die bepaalde banen wat minder ontwikkeld, maar veel verder komen we helaas nog niet. Oké, de DSM-5, ook dat is al even genoemd, het handboek van alle stoornissen.
Maar dat zijn dus alle kenmerken op een rij. En je hoeft ze allemaal niet te hebben. Misschien heb je er 3. En een ander heeft er misschien wel 7. Dus er zijn heel veel soorten en maten ook op het gebied van autisme kenmerken. Het komt veel voor met andere aandoeningen erbij. Ik zei al, dus verstandelijke beperking. Angststoornissen komen meer voor. Depressiviteit komt meer voor in sommige gevallen. Maar dan moet je ook weer relativeren. Ik werk ook bij mensen met eetproblematiek. Komen eetstoornissen voor, maar dan zijn het vaak bij mensen met hele lage gewichten. En dan werkt het brein ook niet goed en dan lijkt het bijna autistisch te werken. Dus het is allemaal heel verschillend. Tot slot, wat is naar mijn idee het grootste misverstand? Het is al even voorbij gegaan, alsof mensen met autisme niet in staat zijn om gevoel te hebben. Ze voelen net als u en ik, alleen ze kunnen in de contactname met andere mensen zich daar soms wat minder in voorstelling van maken. En het is natuurlijk ook heel belangrijk dat we daar rekening mee houden en dat we die mensen als niet opduwen van doe nou maar hetzelfde wat wij doen, want dan leidt dat tot heel veel problemen bij ze en ook tot veel eenzaamheid. En ik hoop dat we daar vanavond iets meer over kunnen leren. Dank u wel. Bedankt, Frans Huytema.